We Are Tennis België, ook op Facebook. Met BNP Paribas Fortis. Waar moet ik beginnen? Ik had sowieso in gedachten van helemaal niks op papier te schrijven om het gewoon echt van binnen te laten komen. En eerst en vooral zijn er wel een aantal mensen die ik enorm hard wil bedanken voor dit vanavond voor mij en in elkaar te steken. Thomas en Freek, heel veel bedankt. Ik vond het heel leuk een aantal weken geleden bij jullie op Café Corsari en nu hier vanavond op Café Kleisters. Dus heel veel bedankt. De organisatie van Rolando, Bob Verbeek, uiteraard, is voor mij een heel belangrijke persoon geweest de laatste 10, 12 jaar. En ik heb heel veel mooie momenten, emotionele momenten met hem door de sport kunnen beleven. En dat zijn uiteraard de momenten die ik ook het meest waardeer. En, dus ik zal hem en zijn familie altijd heel dankbaar zijn voor ons op de moeilijke momenten in onze situatie toen papa gestorven is, ons op te vangen, zowel mij als mijn zus. En, dus Bob, merci. Mijn familie is al van kind af aan het meest belangrijke in mijn leven geweest. Ook toen dat ik van verre reizen terugkwam, keek ik er altijd naar uit om elke zondag met de grootouders Limburgse vlaai te eten. En gewoon het gewoon zijn en niet in de belangstelling te staan. Dus al mijn tantes, mijn onkels, mijn nichtjes, mijn neven, dank u wel voor dat zo allemaal maar gewoon te behouden. Iemand die heel speciaal is voor mij, dat is mijn kleine zus, Elke. We hebben heel veel ruzie gemaakt vroeger en heel veel mooie momenten beleefd, maar ook moeilijke momenten samen. En we zijn er altijd samen goed doorheen gekomen. Dus zus, ik hou van u en ik heb u nog een vraag. Goeie. Mama, die is ook hier. Ze ligt wel in de gips, maar ik ben heel blij dat ze er vanavond bij is. Het laatste jaar zijn we misschien al even gemakkelijk geweest. Maar ik ben heel blij dat ze er bij is vanavond. Dank u wel, mama, voor ons rond te rijden en zorgen dat onze tennistas altijd in orde was, de boterhammetjes te smeren en al die dingen. Dus dank u wel. Tijdens de show heb ik dan een aantal mensen gezien. Bart van Kerkhoven, mijn allereerste tennistrainer, die mij heel veel geleerd heeft. Die heeft mij leren tennissen, mij heeft leren genieten ook van het tennis. En hij was een hele leuke renner. En Bart... Sorry. Bart is altijd... heel belangrijk geweest. Hij heeft me altijd enorm gesteund. Dus Bart, een dikke merci voor alles van de laatste... Ik ben 29 van de laatste 25 jaar. Maar een beetje in een tennisleider. Karel. Karel Maas. Waar moet ik beginnen? Karel is al vanaf mijn 12e jaar of zo in mijn leven gekomen als iemand die ik altijd heel graag gehad heb. Die er ook altijd voor mijn tenniscarrière geweest is, op een persoonlijk vlak heel veel momenten toen mama ziek was en ben ik met Karel op de kooi gegaan en ik ben altijd gesteund en opgevangen en daarom ben ik heel blij dat ik in het laatste jaar met hem heb kunnen delen. Het springt mij een beetje dat ik geen grand slam met heb kunnen winnen, maar ik ben dan altijd heel dankbaar en ik had u dat heel graag gegund. Maar, toch een hele, hele dikke merci voor alles van de laatste zoveel jaar. Stefan, nu is dat nu jongen. Stefan Wout is de kerel die mij heeft
terug leren genieten van de tennis. Door de competitie erin te brengen op de trainingen, door zijn rust langs de baan. Stefan Dekkelsie, laatste jaar. Sam, dat is de osteopaat, heeft met mij het meeste werk gehad de laatste jaren. En niet alleen fysiek, denk ik, maar is ook een heel grote steun geweest op de momenten dat het wat moeilijker was. En dat apprecieer ik enorm. Ik heb Sam de laatste denk ik, 6 jaar heel goed leren kennen. En hij heeft er alles aan gedaan en ook veel van zijn gezin denk ik opgeofferd om bij mij te kunnen meegaan. Er is ook nog een persoon die ik heel erg hard wil bedanken en dat is Francis Lemmes, dokter Lemmes. Dat is eigenlijk al mijn kinderarts, want toen dat ik klein was, en die is regelmatig mee geweest naar Australië en heeft ons altijd gesteund. Dus Francie, ik was u in Australië vergeten, maar ik wil het nu dik goed maken. Ik ben zo blij dat ik hem leren kennen. Mark Hermans, mijn grote, grote voorbeeld. Brian zit niet in de box, of ik zie hem niet zitten op dit moment. Ik weet niet waarom, dat is een beetje een afkomen van het optreden, ik heb Brian nu ondertussen al een. Hoe lang zijn we al getrouwd? Ja. 7 jaar geleden leren kennen in Breek, omdat hij speelde in Breek. Ik ben hem enorm dankbaar voor hetgene dat hij allemaal heeft opgeofferd voor mij. Niet alleen zijn basketcarrière, maar ook zijn thuis in Amerika. En wij wonen in België en het blijft altijd wel heel speciaal om te weten dat iemand zoiets voor u doet, dus ik weet niet waar dat we zitten. Ik wilde doen het toch, hè. Brian, thank you very much for your love. My favorite mother-in-law. And my favorite father-in-law. Thank you, guys. Nederland. En nog een heel, heel belangrijke persoon, Nicole. Nicole de Nijn, die ik door en door vertrouw, die evenveel houdt als Shayna, als ik. En die is gewoon enorm heel deugd om te weten dat ik het zo moeilijk had op circuit of dat ik het moeilijk had om Shayna achter te laten, dat ze in goede handen was. Dus Nicole, heel veel bedankt. Kleisters of Corsari, die ondertussen al beu zijn, maar de supporters, uiteraard. De reden waarom dat tennis zoveel emotie heeft mij. Niet alleen door de overwinningen of de titels en al dat gedoe, maar ik denk hier in België of het nu fedcups waren of in een sportpaleis te kunnen spelen. Het is altijd een enorme eer geweest om voor jullie te spelen, om jullie steun gevoel te hebben op de goede momenten en zeker als op de moeilijke momenten. Dus ben ik heel blij dat ik op deze manier in België kan afscheid nemen. Dus iedereen die ooit mij gemaild heeft, brieven gestuurd, bloemetjes gestuurd, teddybeertjes, alles. allemaal heel, heel erg wel bedankt. En ik heb al gewaardeerd. En we kijken ernaar uit om
na ja, zoveel jaar een tijdje uit de spotlight te verdwijnen om terug een beetje een gewoon leven op te bouwen thuis. Ik wil toch altijd zeggen dat ik jullie altijd in mijn hart zal blijven dragen. Want ik heb zoveel mooie momenten beleefd op de baan. En zonder supporters en fans zou dat natuurlijk niet hetzelfde zijn. Dus heel veel bedankt aan iedereen die hier gaat thuis. Tennis België, ook op Facebook. Met BNP Paribas Fortis.